Deze week hebben we een fotoshoot gedaan. En die was heel goed gegaan. Veel plezier. Veel plezier. Met kijken. Even wachten. Nee, je moet harder praten en deze kant op, schat. Vandaag is de stal-eigenaar 50 geworden. En dan zeggen we... Hiep, hiep, hoera! En dan zingen we... Lang zal die leven, lang zal die leven. Je moet wel echt zingen. Ja. Je zingt niet. Zo groot. Ja, hij is cool. Rob, gefeliciteerd met je 50ste verjaardag. Yeah! Dat krijg je op een gegeven ogenblik, dan word je dus gewoon nutteloos. Dan helpen ze elkaar op de ponies, ponyzadelen en meer van die dingen. En dan sta je daar als Pennymoeder te staan. En dan rijdt ze gewoon weg. Misschien zegt ze nog dag. Dag! Het is vandaag dinsdag en Bel stout. Ze wil niet komen. Ja, stout. Ze wil liever op de wei staan dan met mij mee. Dus ja, kom maar Billy. Kom. Dan denk je, zoek het maar uit. Gras is hier heerlijk. Ja, ik moet gewoon weer werken. Kom. Ik ga er vangen. Nou, dat viel reuze mee, kamerwelletje. Want toen ik het weiland inliep, kwam ze wel gewoon. Volgens mij, ja joh. Ze moeten nog even aan wennen. Brave pony. Zo, vandaag is longeerdag voor Verona en voor Bel. Dat heb ik al gedaan. Kom maar. En Verona is eventjes nu aan de beurt. Toch, als ik meestal ga filmen, dan doen ze niet meer wat ik wil. Het is altijd wel een geconcentreerd klusje, zo'n longeren. Nou is het met Verona wel makkelijker dan met Bella. Bella moet ik bijna elke stap nog uitleggen. En lekker longeren. Vandaag is dinsdag. Op de wei gestaan. Kom maar. Ik heb eerst even de stapmolen gedaan. En is alvast warm. Ja. Ik kan ook nog doen. Kijk ik ineens nog. Zie je dat? Het monsterdeken. Het is woensdag en ik had een 150 grams deken gekocht. Om even kijken of die past. Niet dat ze nu al een deken op moet, maar die wel al klaar hangt als het ineens heel koud wordt. Bel is nog niet heel gelukkig daarmee. Leg hem er maar gewoon op, Tess. Je moet wel een beetje doorgaan, zeg maar. Het duurt het allemaal heel lang voor haar ook. Dan wordt het spannender dan dat het is. Goed zo, Bel. Nee, wachten. Bel, denk je, zoek het maar uit. Ik ga even helpen. Het is vrijdag vandaag en er staat wel veel wind, dus ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. En we gaan met Erna even een fotoserie doen, want we missen nog twee shirtjes. Kijk, ze komt er toevallig net aan. Daar in de autootje. Stap zo uit. Ja, daar komt ze hoor. Onze fotograaf! Ja, ja, daar is ze. We gaan in ieder geval een fotoserie doen omdat we twee shirtjes missen, maar ook omdat er nog geen perfecte groepsfoto is. Dus we gaan nu iets heel moeilijks doen. Heb je daar nog ideeën over, Erna? Het hek. Ja, we gaan met het hek gaan we wel doen. En de wei is vrij. De wei is vrij en het hek. Ja. Maar we moeten iets minder pontificaals gaan krijgen, dus... Het wordt een uitdaging met drie paarden en drie mensen. En dan allemaal tegelijk naar voren kijken en tjiii. We gaan het doen, zeker. We gaan het gewoon doen. Vind ik ook. Dus ik ga even de meiden bij elkaar roepen. En dan kunnen we aan de slag. Ja, precies. Let's do it, zegt ze. Die heeft bij Nike gewerkt. Nee hoor. Nou, ik zie daar nummer 1 al. Ik zal even omdraaien, kunnen jullie het ook zien. Het gaat natuurlijk ook nog regenen nu. Kan ook bijna niet anders. Daar is de mini-mens. Ja, maar ja, we doen het er maar mee, denk ik. Misschien
zo over. Ben je bijna klaar? Bijna, ik ben al klaar. Oh, heel Kijk, goed. Ik heb hier zo'n twee losse plukjes en Bel krijgt van hier zo'n plukje en hier zo'n plukje. Oké, okay, mijn telefoon wordt nat. En daar is Kim. Nummer 3 van het trio. En je was heel vies, dus die moest iets meer poetsen. En nu regent het, dus daar zijn we niet zo gelukkig mee. Laten we hopen dat het heel snel weer droog wordt. Want anders hebben we een uitdaging. De fotoshoot met de paarden hebben we gehad. En we gaan nu naar de fotoshoot van de t-shirts. We hadden er 2 vergeten, niet zo heel slim. Een navy blauw. Weet je, de navy blauw, anything is possible. En de roze, anything is possible. Dus die gaan ze nu nog even snel doen. En dan mag Tess naar de les. Zo, dus nu hebben we de fotoshoot met het shirtje. Erna in de aanslag, Tessa in de aanslag. Dit is wat de fotograaf doet. Die heeft het vooral heel zwaar, want die moet elke keer door de knieën heen. En dit is wat Tess doet. Staart opzij. En zo krijg je dan de fotoshoot die je in de webshop weer terug ziet. Shirts zijn te koop, dus je kunt op het linkje klikken hier beneden in de beschrijving. En dan zie je dus een linkje naar de t-shirtjes toe. Kijk, zo gaat dat. Geen bouwvakken spleten. Nee. Als je de fotograaf filmt, moet dat natuurlijk wel netjes. Maar ja, kijk, het hele shirt hangt over de kont, dus niks bouwvakkers spleten. Nee, dat is goed. Het is dus lastig om alles goed te hebben. Netjes te zitten. Goed weer, net regenen, dat kan natuurlijk niet. De fotoshoots zijn nog niet heel makkelijk. Fotoshoot klaar, maar dat betekent niet dat we klaar zijn, want Tess heeft zometeen les en wel bij Ferenc. Dus nu moet ze even opschieten, want ze moet ook nog losrijden. En dan mag ze daarna gelijk naar ver toe. Met de zin in? Ja! Ja! Wat ga je doen? Ik ga dressuren. Want zonder? Dressuur kan je niet springen. Precies, en zo is het. Maar je moet er nu over 13 minuten op zitten, dus misschien kan je zadelen. Ze is weer even balkjes aan het oefenen. En gewoon door, door, door. Heel netjes. Goed gedaan. En daar is Vaatje. En die gaat ook. En nog een keer. Oh. Ja, daar komt ze. Nou, ze moest wel even schrikken. En nog eentje. Ja, ik ga hem terugleggen. Er is een springles aan de gang en ze mogen niet in de weg rijden. Ik denk dat ze nu een vierkante meter gevonden hebben waar ze kunnen blijven. Het is heel donker, dus ik hoop dat jullie wat zien. Maar Tess is begonnen met de eerste, nou ja, ik wil het geen springles noemen, maar voorbereiding. Voorbereiding op de springles. Balkjes draven met ver. Het is wel heel donker, kan het ook niet inzoomen, denk ik. Dus ik hoop dat jullie dat zien. Ja, het is nog veel oefenen en niet alles lukt in één keer, maar dat geeft niks. Daar gaat ze. En daar komt ze. Het giet echt vreselijk, jongens. Vreselijk, echt. Kijk of het nu beter gaat. Ja, netjes hoor. Ik denk dat ze buiten verzuipen. Zo hard regent het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oh, wacht even hoor. Ik moet jullie zo. Ja, zeg maar doei.